Schiedam is de cricketstad van Nederland. Teams van over de hele wereld komen hier cricket spelen en dat is goed voor Schiedam. Een van de belangrijkste categorieën zijn de dames. Twee concurrerende dames naast elkaar, maar toch in hetzelfde shirt. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik heb aan tafel Lisa Kloegieters van Hermes DVS en Denise Hannema van Excelsior. Ja, normaal slaan jullie door met de bitjes van elkaars hoofd af, maar jullie zitten allebei. Jullie gaan naar de WK voor het Nederlands elftal. Nou, het is nog niet de WK. Nee? We hebben eerst een kwalificatietoernooi wat over kleine weken gaat beginnen. En als we daar de finale behalen, dus de eerste of tweede plek, dan gaan we naar het WK. Dus er zit nog wel een stapje voor. En die slaan jullie natuurlijk gewoon van het veld af straks, dus jullie gaan naar de WK. Waar is de WK? De WK wordt in de West-Indies gehouden. Kijk, kom je nog eens ergens, toch? Ja. Hoe vaak spelen jullie? Hoe is de competitie ingedeeld in cricket? Ik weet dat met cricket gooi je met een balletje onderhands en er staat iemand met een bat en die slaat. Nou, en dan houdt het voor mij op. Nou, ten eerste wordt niet onderhands gegooid. Oh, zie je, dat is een hele andere vorm. Wij noemen dat bowlen, het gooien. En je hebt bowlen met pionnetjes, dan gooi je wel onderhands met een grote bal, maar wij doen het bovenhands. Okay. Ja, en inderdaad, het is wel de bedoeling dat je als tegenpartij gewoon die bal zo ver mogelijk wegslaat en zoveel mogelijk punten eigenlijk maakt. Ja, hebben we dan net zoiets met home, met home run en dat soort dingen? En moet je honkies langs of hoe werkt dat? Nou, je kan de bal uit het veld slaan. We hebben een ovaal gevormd veld. Mm-hmm. En dan krijg je 6 punten. En dat tikt natuurlijk mooi aan voor het totaal wat je wil neerzetten. En als je hem over de grond het veld uitslaat, krijg je 4 punten. Okay. En bij honkbal heb je verschillende honken. Ja. En in cricket heb je eigenlijk 1 pitch met 2 wickets. En daartussen ben je aan het rennen. Je kan heel lang aan slag zijn. Veel punten scoren. Hoe zou het nou komen dat Schiedam zo'n cricketstad is? Want wij zijn van Nederland, zijn we gewoon echt de cricketstad? Ja, ik denk dat bijvoorbeeld als je naar Hermes kijkt, we zijn een van überhaupt de oudste sportclubs in heel Nederland. Mm-hmm. Excelsior is ook al best wel een oude club. We hadden voorheen ook natuurlijk Asfion, die ook nog een cricketafdeling had. Dus als je sowieso al meerdere clubs hebt als best wel een kleine gemeente in concurrentie met Den Haag als grotere stad, Amsterdam, dat wij dat best wel sterk op de kaart kunnen zetten. Ja. Want zijn er eigenlijk veel cricketverenigingen in Nederland überhaupt? Kijk, voetbal, dat is natuurlijk de sport. Turnen, je hebt heel veel turnverenigingen, maar cricket? In Nederland is dat niet te vergelijken met hockey en voetbal. Nee. Wereldwijd is het echt een hele grote sport. Ja, het is sport. Een hele grote sport wereldwijd. Ja, dat absoluut. Ja. Dus daarin verschilt het wel. Ja. Wat was voor jullie nou de motivatie om te gaan cricketen? Wat vond jij er nou zo leuk aan dat je denkt, ik ga mijn cricketvereniging? Ja, het is al heel vroeg begonnen. Mijn vader speelt altijd bij Hermes. En eigenlijk, wordt al wel een grapje gemaakt van, ik ben bijna geboren op het cricketveld. Ja, dus het ging een beetje spelende wijze vanzelf. Je gaat mee, want cricket is gewoon een hele dag. En dan ga je gewoon als kind mee langs het veld. En zo rol je er eigenlijk zelf in dat je zelf gaat spelen. Dus ik denk dat ik 4 of 5 jaar was dat ik gewoon mijn eerste wedstrijden kon spelen. Ja. Ja. En voor jou? Ja, voor mij geldt eigenlijk hetzelfde. Het komt ook echt vanuit mijn familie. Mijn opa is ooit begonnen bij Sparta. Als kind kwam je al op het veld. Dus ik geef altijd aan, het is echt met de paplepel ingegoten. En het is een soort hechte familie, de cricketwereld. Dus daar blijf je gauw in hangen als het passie is. Zijn jullie de enige Schiedamse dames in het Nederlands elftal of zijn er meer? Nee, er zijn inderdaad meer. We vertegenwoordigen Schiedam nu met 5 dames. Kijk. Maar het is niet zo dat alle 5 in de Schiedamse clubs aanwezig zijn. We zijn een beetje verdeeld. 2 spelen bij een Haagse club. Wij hebben allebei gespeeld in hetzelfde team dit jaar bij Excelsior. Ja. En we hebben dan nog een dame uit Schiedam, die speelt ook bij Excelsior. Is er in Nederland ook eigenlijk een soort profleague van betaalde cricketspelers? Of is het echt puur amateurs? Puur amateur. Puur amateur. Ja, allemaal. Ja. Ja. Dus in welke klasse je ook speelt, het is altijd op amateurbasis. Ja. Hoeveel klasses heb je in de cricket? Ja, bij de dames eigenlijk nu 1. En we proberen wel 2 competitieformats te spelen. Dus de wat langere wedstrijden die duren een dag. En de korte wedstrijden die duren pakken mee 3 uur. En bij de heren kan je echt vanuit eerste klasse, topklasse, richting 4e, zomi-teams, sami-teams. En hoe zit de competitie eruit? Als je bijvoorbeeld de eredivisie voetbalt, dan speel je allemaal een keer tegen elkaar op je eigen veld en allemaal een keer uit. Dan is de competitie af.
Is dat bij jullie net zo? Nou, bij de heren is dat wel zo, ja. Omdat je daar gewoon meer clubs hebt. Bij de dames is dat lastig, omdat je gewoon... We pakken een beetje 8 teams hebt. Ja, dan is het lastig om uit- en thuis spelen. Dus we spelen nu tegenwoordig in een soort van verdeling van Noord en Zuid. En in Zuid speel je dan allemaal 1 keer tegen elkaar. Dan komt een poolwinnaar uit en dan ga je een finale dag spelen. En precies hetzelfde geldt voor het Noorden. Maar als je maar 8 teams hebt, dan is de competitie ook snel klaar. Ja. Ja. Dus dan, en wat doe je dan de rest van het seizoen dat je zou kunnen spelen? Gewoon hobbywedstrijden. Nee, ja, voor mij geldt, ik speel bij de heren van Hermes mee op de zondagmiddag. Daarnaast heb ik natuurlijk het Nederlands elftal. En voor Denise, die speelt dan wel bij een andere damesclub nog mee. Mm-hmm. Ja, ja. En zo proberen we wel gewoon zoveel mogelijk wel te blijven kitten. Ja, dat lijkt me wel leuk. Speciale oefeningen en speciale oefenwedstrijden voor het Nederlands team? Of dat, ja, zeker. Ja? Trainingskamp? Ja. Jullie op trainingskamp, leuk. Nou, het grootste gedeelte van het trainen zit erop. De hele winter aan de conditie en kracht gewerkt. En zodra we naar buiten konden, natuurlijk gewoon naar buiten en het cricketspel of de crickettrainingen opgepakt. En aankomende maandag starten we met een aantal oefenwedstrijden buiten de toernooi om. En donderdag starten wij met onze eerste oefenwedstrijd binnen het toernooi tegen Thailand. En dan gaan we van start met de wedstrijden. Nou, het begint 7 juli begint het echte toernooi natuurlijk. Ja. In Utrecht? Ja, klopt. Ja, we spelen 7 juli op Kampong in Utrecht tegen de Verenigde Emiraten. En 8 juli tegen Bangladesh, dat is ook in Utrecht op Kampong. En 10 juli zullen wij spelen tegen Papua New Guinea. En dat is op VRA in Amsterdam. En dat zijn onze poolwedstrijden. En dan daar niet allemaal een keertje daar gaan spelen, dat lijkt me ook wel leuk. Ja, we hebben wel een aantal wedstrijden in andere toernooien, andere jaren in het buitenland gespeeld. Dat is ontzettend mooi om mee te maken. Maar eigenlijk is het ook heel gaaf om het een keer in Nederland te spelen. Ja, en cricket te kunnen promoten binnen Nederland en onder de meisjes en ook jongens. Hebben we veel publiek wat komt kijken? Nou, we proberen zoveel mogelijk mensen rond het veld te houden. Dus zeker weet je, vrienden, familie, die komen wel kijken. Ja, maar we proberen wel ook gewoon daarbuiten via de sociale media wel op te roepen van kom kijken. Want zo snel zullen wij denk ik niet zulke wedstrijden meer hebben in Nederland. Nee, nou, jammer eigenlijk. Ja. Nou ja, je moet gewoon zorgen dat je naar de EK kan of naar de WK. Ja. En dat heb je met de damesvoetbal ook gezien. Je wordt daar kampioen en dan krijg je er ineens een heleboel leden bij. Ja. Gaan we voor. We gaan jullie volgen. Leuk wel. Ja, heel veel succes. Dankjewel.